Wat hij bezoekt brengt aan Zuid-Afrika, dat is Lightning Ben Alexix van Charlotte in de Verenigde Staten met een massa van 122 kilogram. Met andere woorden, Jan Wilkens heeft een massavoordeel van 3 kilogram. De scheidsrechter, meneer Willy van der Walt, in hierdie gevecht van 6 rondes duur van 10 minuten elk. En als het soms zo van meet af dat Alexix hier met die skare score zoekt. Daar die sterre op sy stoeibroekie. Of net die strepe wat kort, dan was die stars en strijf forevermore. Maar kom ons kyk wat gebeur. So bleek kerel. Jan Wilkens, lekker bruin gebrand. Stoeikampioen van Zuid-Afrika. En onmiddellik maak hy bezwaar by die scheidsrechter en sê Jan Wilkens trek hom aan sy hare. Nou so ken ons die vir Jannie. Jan is nie een man wat ongeoorloofde tactiek gebruik nie. Behalwe is een man natuurlijk nou moeilijkheid soek. Op een wakker hier Alexix. Nog vroeg in die geveg om te sê. Maar Jan Wilkens gewoonlijk een starige beginner. Die ben nou saam met die pas gaan van hierdie Alexix. Slot. Dus Lightning Ben Alexix. Het gaan elkaar die greep verwissel. En dan kan Jan Wilkens hem dood eenvoudig op en slinger hem op die kruid voor neer. En nu zien we onze Harry sterk hier achter die kop. Het is zeker waar Jan Wilkens om beet gaat het. Dan het hy een stevige kopkring. Maar Jan Wilkens breek daar die kopkring soos niks. Weer gaan hy probeer en weer een keer trek hy die kortste in. Stevige anker Jan Wilkens. En nou raak hy die mannetje raad op. En die dame die is erg bekommer van Jan Wilkens het maak. Is het Jan Wilkens wat een stevige kopkling daar op Alexix toepas. Ons ken nie vir Alexix nie, ons weet nie wat sy vermoe is nie, maar ons sal wel dra uitvind. Hy saam met die meest ervare Suid-Afrikaanse stoeier in die kruid, hier in die Portugese saal in Johannesburg, voor een skare van 6000 mense. Soos dit vroeger te sê, Jan Wilkens, een kerel wat gewoonlik starig begin. En nou kreeg hy aan een lijfskerbeet. En daar die sterk is nou een ideale handvatsel om hem achter oor te trek. Indien het zo nodig wees. Nou word die Alexix van alle kante af warm gemaakt, van die kante af, van onder af, van oorl af. Nou ja, dit is baie vroeg in hierdie geveg om te sê, maar het lyk nie vir ons of hierdie kerel opgewassen gaan wees tegen Jan Wilkens nie. Maar ons maar moet zien. Hij is een ratse knap, beweegt vinnig in die kruid.
Het is net alsof hier die man niet genoeg kracht heeft om Jan Wilkens iets te doen. En Jan staat in een voordag daar op. Dat is het voordeel van als een man uit wordt, dan wordt je haar een min en dan je tegenstander geen plek om te grijpen. Zoals je daar gezien hebt, dat hij grijpplek gezoekt daar op de kop van Jan Wilkens. Zoek hij weer eens voor die Skara-score. Alex, die man met die baard daar aan de achterkant, wat de Jan Wilkens daar aan de armslot probeert te krijgen, maar dan verwissel Jan het vannacht met de kopscher. Hoe hard druk hij daar die kop van Alex. Dan probeer hij die voeten daar van Jan Wilkens koop weer. Je ziet duidelijk hoe Jan Wilkens om dood en vuurig net wegvee. Terwijl hij probeert het om een kopteam daar op Jan Wilkens toe te pas. Hij heeft net dood en vuurig achter toe gestoot en kreeg hem weer naar die kopskerk weer. Daar is diezelfde story weer. Precies diezelfde story. Kerel krijgt al meer verrassings hier in die kreet samen met Wilkens. Hij gedink dat hierdie van een makkelijke enekie wees, dan het hem nou degelijk misgis. Arme slot wat Jan Wilkens om daar net. Hij verwissel het met de arm draai. De scheidsrechter vraagt voor Alex Key toe en hij zei nee, nee in hierdie stadion nie. Hij kan nog uit toe, het is nog vars. Fras en vars. En een geweldige voorarm ook van Jan Wilkens. Hij slaat ons van onderaf, daar had hij het duidelijk gezien. En hierdie verwoede voorarmhoue, die daar teen het hy geen raad. Die is te kwijfel. Paul Nelson wat hier toepas op Wilkens. Steeds in die eerste ronde van hierdie geveg. Een geveg wat 6 rondes kan duur van 10 minuten elk. Nog geen val aangeteken nie. En dan leid die klok voor die einde van die eerste ronde. Een ronde wat heeltemal in die guns van Jan Wilkens verloop het. Alex, nie eens in die prentjie gewees nie. Maar ons moet wag om te sien wat gebeur in die tweede ronde. Klokwee, dit is die begin van die tweede ronde. Dit is Jan Wilkens van Suid-Afrika en hierdie kerel Lightning Ben Alexix van Carolina in die VSA. Noord-Carolina. Dis waar hy vandaan kom. Nou is hy sommer vinnig op die oorlogspad. Een vir jou en een vir my.
Nou wees hy waartoe hy in staat is. Sy leermeester natuurlijk die baie bekende Lutzes. Een man wat ook al die hele wereld vol gestreed. Midde-Ooste, Japan, Canada, Mexico, Suid-Afrika. En is die Middellandse See sy middelgewicht kampioen. Of liever zwaargewicht kampioen. Ah, kom ek nou van middelgewicht kampioen. Hierdie krijg kan een vastpinval krijg, maar nee. Al wat bekend is van hierdie kerel Alex, is dat hy tegen Ben Sharp en El Perez al gestoe het. Albei reeds van tevore in Suid-Afrika gewees en dat hy albei geklop het. Maar of hy vir Jan Wilkens gaan klop vanaan, dit moet ons eers sien. Heel goed begin in hierdie tweede ronde. Nou, dit was een allermintige hou knie. Hou met die knie daar op die keel, op die gorrel van Jan Wilkens. Ja, hier kan een vastpinval kom. 1 tellies keisdachter, 2, ja, 3, hy het om. In die tweede ronde, die eerste vastpinval in hierdie geveg gaan aan Lightning Ben Alexix van North Carolina in die VSA. Na lekker sagmaak tactiek is het hy wat vir Jan Wilkens vastpin dan in die tweede ronde en hy behaal die eerste vastpinval en hy loop voor in hierdie geveg. Dus Alex wat voorloop as die klok lui vir die begin van die derde ronde. Hy loop voor met 1 vastpuntval tegen 0. Na hy aanvankelijk zwak begin het in die eerste ronde. Toe skielik voor een dag gekom het met een combinatie houwe in die tweede ronde. Van Wilkens daar tegen die touwe gegooi. Wilkens het met sy gordel op die touw geval. En hy het die vastpuntval behaal. En nou is het weer hy wat die initiatief neem. En dan besluit Wilkens uit genoeg hiervan gehad. En as Jan Wilkens kwaad word, dan is dat moeilijk. Dit kan Big John Strongbow ons nog vertel. Lightning Ben Alexix en Jan Wilkens. Wilkens een massa voordeel van 2 kilogram. Dan het hy met haar die stevige beergreep. Jip gooi. En een enthousiastische skare wat hierdie stoei ter deel geniet. Hy gaan natuurlijk weer probeer om diezelfde ding te doen, om Wilkens te gorrel haar in die touw te gooi, maar dan is het Wilkens wat om van hom afskiet, maar hy skiet hom skoon by die kruid uit. Alex wat steeds buiten die kruid is. En hy kan nou net nie verstaan hoe kan soeits dan nou gebeur. Maar dit het, ons het self gesien. En of hy dit nou wil glo of nie, hy sal het maar met glo en dan klim hy terug in die kruid om hierdie geveg voort te sit. Wilkens ook een lengte voordeel. Seker makkelijk so 1/4 meter langer is Alex. Alex gaan hem nou vastloop. En Wilkens is die man wat hem vastloop. Toe hy wou voor hem toe kom, toe skop hy hem onder die kin. En nu het Wilkens om, hy telt tot by 3. Ja, hy het hem. Nee, Jan Wilkens wat die gelijkmakende val behaal. Hy teken sy vastpinval aan in die derde ronde. En nou sake gelijk op. En die klok het so pas gelei vir die begin van die vierde ronde. En nou kan ons vuurwerke verwag. Want as Jan Wilkens eers warm word, dan spar die vonke. Maar dat is weer eens Alex wat die initiatief neem. Een liepsige feishou daar op die gezicht, op die boelip eindelijk van Jan Wilkens. En nou wissel die manne houwe soos twee boksers.
Dit is net voorarm hou hier en is Jan Wilkens wat die stryd wen. Alex wat soms tikke beter vaar van die tweede ronde af. Daar probeer hy dit weer. Gooi weer die gorrel van Wilkens daar op die boonste touw. Maar hierdie keer het hy nie heeltemal aan geslaag nie. Wilkens het geweet wat wag vir hom. En hier kom moeilikheid vir Alex. Maar dan skop hy vir Jan Wilkens dood eenvoudig net onder die kin. Voor hom toe kom. En weer eens is het nou Wilkens wat in die moeilikheid is. Ja, hier kan Wilkens op dalk vastpen. Dat die windval kom, twee tellies, kies dat de drie, ja, hy het om. In die vierde ronde is het Jan Wilkens, wat aan hierdie gevecht, Lightning Ben Alexix. Daar word Jan Wilkens sy hand omhoog gehou. Hy wen hierdie gevecht, Alexix die is baie kwaad, hy wil niks weet van handskit nie. Hy het een neerlaag kom al hier in die Portugese saal in Johannesburg. En dit is dan die...